perscombinatie plaatst order voor offsetpers. De Volkskrant, Ochtendblad Trouw en het Parool zullen voortaan beschikken over full-color mogelijkheden. Ook de huis-aan-huisbladen van perscombinatie zullen op de nieuwe pers worden gedrukt. Nieuws is steeds korter actueel. Dat weet u als journalist ongetwijfeld maar al te goed. De tijd tussen het moment dat u een artikel hebt voltooid en het moment dat de lezer zijn krant in de handen krijgt, moet onvoorstelbaar kort worden. Dus wat doen we? We versnellen het drukken, we automatiseren het systeem van verpakken en het indelen per verzendadres. En dan gaan de pakketten pijlsnel in de juiste auto. En ja, dan het tweede antwoord op uw vraag. Adverteerders willen steeds meer kleur. En de lezers trouwens ook. Tot zover is me duidelijk. Maar waarom juist deze pers? Nou, niet alleen omdat we graag vooraan lopen. Zo'n enorme investering doe je voor een groot aantal jaren. In ons geval tot over het jaar 2000. En dat wat nu geavanceerd lijkt, ik denk aan snelheid en ik denk aan kwaliteit, dat zal dan heel gewoon zijn. En onze huidige persen waren toch zo'n 20 jaar terug, toen ze werden aangeschaft, ook zeer modern. Amsterdam krijgt een van de modernste drukpersen van Nederland. Waar ben jij mee bezig? Ik schrijf over die nieuwe pers van perscombinatie. Oh, is dat ding echt zo bijzonder als men op de redactie denkt? Nou, een machine van 66 meter lang, 3 verdiepingen hoog, 900 ton zwaar. Dat is toch niet niks? En het papier gaat erdoor met een snelheid van 40 km per uur. Hoe zou de fabriek waar zo'n pers wordt gemaakt er eigenlijk uitzien? Heel indrukwekkend, denk ik. Om de Colorman 35 op zijn plaats te kunnen krijgen, is het nodig om het dak van de pershal 1,5 meter hoger te maken. De pers komt te staan op een vloer die nog langer is dan een voetbalveld. Deze nieuwe vloer, ook wel tafel genoemd, bestaat uit maar liefst 850.000 kilo beton. Dat is zo ongeveer de inhoud van zo'n 6.000 kruiwagens. Ook in verband met de enorme papieropslag moet de kelder grondig worden verbouwd en vergroot. Naast de pers komen bedieningsruimten, perfect verlicht en ook goed geïsoleerd tegen lawaai. En weer daarnaast komt de grote hal met 6 banen voor het automatisch verzamelen en verpakken van de bladen per verzendadres. Vandaar gaan de pakketten ook weer automatisch geselecteerd naar de nieuwe laadhal, voorzien van 6 laad- en losplaatsen. In transporten van soms wel 30 ton tegelijk komt de nieuwe pers vanuit Augsburg naar de Wieboudstraat. Daar zet een enorme kraan zo'n onderdeel op speciaal geconstrueerde rails. En zo gaat deel na deel heel langzaam de hal binnen. Als enorm grote, zeer gecompliceerde bouwstenen worden de elementen tegen elkaar geplaatst en met elkaar verbonden. Dan begint het afmonteren. Het plaatsen van apart vervoerde, kleinere onderdelen. Het verbinden van leidingen voor bijvoorbeeld de toevoer van zwarte inkt naar alle drukunits. En het plaatsen van de inktreservoirs voor alle kleuren. Die worden straks gevuld vanuit speciale pompwagens. Daarnaast moeten ook de aan- en afvoerleidingen voor water worden aangekoppeld. We praten hier nu eenmaal over het offsetprocedé. Om de pers te laten draaien is er ook perslucht nodig.
Voor het afvoeren van de warmte komt er rondom de pers een goed uitgewogen ventilatiesysteem. En daarbij mag het niet zo zijn dat de drukkers door een te sterke luchtstroom om de haverklap een verkoudheid kunnen oplopen. Direct verbonden met de pers plaatst en monteert men in de kelder intussen de 12 rollenwisselaars. Op 3 plaatsen komen de bladen uit de pers. Deze uitgangen moeten worden verbonden met de 6 transportbanen in de verpakkingshal. En dan tenslotte het hypermoderne zenuwsysteem van de Kollerman 35, de elektronica. Een bedieningssysteem als dit is een van de eerste in heel Europa. Op beeldschermen kunnen de drukkers precies te zien krijgen wat ze moeten of willen weten. Hoe het staat met de papierbanen die door de pers lopen, de koppeltoestand van de verschillende persunits, wat de snelheid is van de pers en de hoogte van de gedraaide oplage, de datum en de exacte tijd, wanneer met de productie is begonnen, de stand van de inkttoevoer en van de waterregeling, het aantal inmiddels gedraaide exemplaren en vooral ook de aard van eventuele storingen. De wisseling van elke papierrol komt automatisch tijdig op het scherm. Voor bediening of correctie van vrijwel alle persfuncties heeft de drukker niet meer nodig dan dit kleine toetsenbord. Om het drukresultaat gewoon met het blote oog te kunnen beoordelen, kan hij van hieruit een krant naar zich toe commanderen. Dankzij een systeem van wachtwoorden en sleutels is het onmogelijk gemaakt dat niet-bevoegden ondeskundig met de pers zouden kunnen omgaan. Natuurlijk is er verschrikkelijk veel romantiek verloren gegaan. Dacht u dat wij niet met wee moeten afscheid nemen van onze laatste hoofddruk? Maar we drukken nu eenmaal dagbladen en dus hebben we snelheid nodig. En kwaliteit en vooral ook kleur. Met onze bladen zijn we wel degelijk aan de abonnees en aan de adverteerders verplicht om vooraan te blijven. Trouwens, onze medewerkers willen dat ook. Ze hebben heel duidelijk een stem gehad in de keuze van juist deze pers. 15. Het zijn ook onze drukkers die hebben bepaald dat de eigenlijke inktregeling niet alleen elektronisch kan worden bestuurd, maar ook met de hand. Ze hebben heel bewust gekozen voor een apart bedieningspaneel daarvoor. Ze willen, en terecht, op dat essentiële kwaliteitspunt direct voeling kunnen houden met hun product. Op dit moment zijn trouwens 16 van onze mensen praktijkervaring aan het opdoen bij 4 andere drukkerijen in België en West-Duitsland. Overigens is er een heel uitgebreid opleidingsprogramma ontwikkeld. Of dacht u dat we bij de overschakeling straks tegen onze lezers konden zeggen: het is jammer, maar de komende maand hebben we geen krant voor u? Maar komt u gerust kijken bij het proefdraaien. Met een fotograaf als u wilt. We moeten weer op pad. Oké. Waar naartoe? Bij perscombinatie gaan ze proefdraaien met die nieuwe pers. Of het nou goed gaat of niet, ik wil de spanning vastleggen. Zo van, lukt het wel of lukt het niet? Dat moet kunnen. Thank you.
bij perscombinatie geslaagd.